Nog één keer, daarna bent u voorlopig weer even voor 4 jaar van ons af met dat Dordrecht kies, want Dordrecht heeft gekozen. En hoe de verrassing was vorige week woensdag dat de PVV slechts 3 zetels haalde en dat beter voor Dordt de grootste verliezer werd, maar tegelijkertijd ook de grootste partij hier in Dordrecht werd. Tot vrijdag, want toen kwam er voor D66 nog een nabrandertje, een politiek nabrandertje uit de mond van de burgemeester, Wouter Kolff. Ja. Thijs, vertel eens, wat gebeurde daar? Toen kregen we dus te horen dat er buiten de lijsttrekker, die dus op nummer 1 stond en automatisch gekozen wordt, nog 3 andere mensen van D66 plaatsnemen in de raad. Maar dat zijn door voorkeurstemmen alle 3 onervaren nieuwe mensen. En dat geldt trouwens voor de lijsttrekker ook. Dus D66 zit nu met een fractie met 4 nieuwelingen zonder ervaring. Ja, heel concreet, hè? Eelco de Vos niet meer. Paul Tibos, dat vind ik echt een ervaren man van D66 hier. Top 3 raad.